Dankjewel, Annemarie. Een bijzonder interview van onze koning Willem-Alexander deze ochtend in De Telegraaf, waarin hij uitgebreid ingaat op zijn allermooiste hobby, vliegen. Hij vliegt al jaren gewone lijntoestellen van de KLM, zonder dat passagiers dat weten. En hij gaat zich nu laten omscholen om ook een ander vliegtuig te kunnen vliegen. En Justine, dat betekent in dit geval ook gewoon de schoolbanken weer in, de boeken induiken, ja, om een examen te simulator te doen, ja. En vlieguren maken natuurlijk, theorie. Gewoon echt weer terug de schoolbanken in. Nou, denk ik, hij heeft daar geloof ik zo'n paar weken vooruit getrokken. En dan moet hij het examen doen. En dan kan hij weer de lucht in het nieuwe type toestel. Wat toevallig ook hetzelfde type is als het nieuwe regeringstoestel. Ja, daar laat hij ook al wat over weten in dit interview in De Telegraaf. Want hij zegt, ja, dat is echt toeval. Ja, nou, dus ze hebben eigenlijk heel vroeg al te kennen gegeven dat de koning ook zijn brevet wilde halen voor deze Boeing 737. Toen nog niet duidelijk was welk type regeringstoestel gekozen zou worden. Nou ja, het komt natuurlijk heel mooi uit dat het deze is. Maar ik denk dat hij vooral dat het hem niet gaat dat hij nou per se het regeringstoestel wil vliegen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar ik denk dat hij vooral gewoon heel graag wil vliegen. Dat is natuurlijk een passie die hij ook van zijn grootvader heeft meegekregen. En waar hij echt even letterlijk in de wolken is, weg van alles. Ja. Maar welk koninklijk doel dient dit nou, behalve dat hij zijn hobby hier uitoefent? Het dient geen koninklijk doel. Ik denk gewoon dat... Hij heeft wel tijd om dit allemaal te doen. Ja, ja, dat blijkt. Wie het was mooi. Van het interview, je hebt het gelezen. Ja, nou, een hele aardig interview waarin Willem-Alexander ook zegt dat hij dat het aardige van het vliegen is dat je dan alles van je af moet zetten, omdat je helemaal moet concentreren op dat vliegen. Dus het is voor hem een soort van yoga, denk ik. De kop van het artikel zegt dat eigenlijk ook. Hè. Problemen neem je niet mee naar boven. Nou hebben we natuurlijk allemaal nog het interview met Wilfred de Jong in ons geheugen van afgelopen Koningsdag. Ja. Wat natuurlijk een bijzonder interview was. We kwamen veel over hem te weten en nu eigenlijk weer dit, ook openhartig. Openhartig en ook soms heel dichtbij, heel klein, eigenlijk een beetje aandoenlijk. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen dat hij al aan zijn zesde serie KLM-huisjes toe is. Die spaart hij samen met zijn echtgenote, koningin Maxima. Nou, ze hebben ook nog het paleis. Dit zijn ze weer. Kijk, ja, de huisjes weer, nou, nee, geen idee, ik maar weet nu weet je het. Ze. Ja, en ze zijn dan meer waard als de drank er nog in zit. Nou, en het paleis, dat is echt een collectors item, die heeft hij ook. Want die heeft hij gekregen toen hij op huwelijksreis ging met Maxima in 2002 en ook met de KLM vloog. Maar zijn we nou eigenlijk een nieuwe weg ingeslagen met de koning die zoveel interviews geeft en zo eerlijk over zichzelf is? Nee, ik denk niet dat hij zoveel interviews geeft. Dit is toeval dat natuurlijk, hij had een kroonjaar 50. En we praten over zijn passie, ja, hoe fantastisch is dat? Ik denk dat het nu wel weer enige tijd stil blijft, helaas. Want, helaas, ja, we willen het liefst zoveel mogelijk. Ja. En dit interview valt nou net ook samen met de verjaardag van zijn vrouw. Koningin Maxima, die viert vandaag haar 46e verjaardag. En bij een verjaardag, daar horen natuurlijk